wel blij voor deze kant, maar ik kan niet wachten totdat die eerste steenlegging van ons echte kantje komt. De eerste paal werd donderdag in de grond geslagen voor nieuwe woningen in Wielwijk aan de Van Kinsbergenstraat. In de oude sociale huurwoningen zaten volgens Woonbron veel pijnpunten. Van kachels die vervangen moesten worden naar cv-ketels. Maar wat met moeite terugverdiend zou worden, tot aan het niet betreden van de woningen omdat de balkons niet meer veilig waren. Donderdag was een heugelijk moment voor de toekomstige bewoners die allemaal uit de sociale huurwoning komen. En waar komt jullie toekomstige huis? Kunnen jullie het al aanwijzen? Ja, het komt daar op de hoek te staan. Volgens mij kijken we hier tegen een appartementencomplex aan, maar wij hebben daar een koopwoning. Dus mooi aan de weg. Hoewel er hier voor allemaal sociale huurwoningen stonden, komen er nu 16 koopwoningen voor terug en 64 sociale huurwoningen. Ik denk dat dat voor de wijk heel belangrijk is. Alleen het is een upgrading van de wijk. Nou, de huizen is misschien wel grappig. De grondgebonden woningen zijn exact dezelfde woningen als die daar staan. Dus die hebben we al eerder gebouwd, 5 jaar geleden. De pianowoningen zijn dezelfde woningen als aan de Van Kinsbergenstraat. En de appartementen, dat zijn 4 lagen van om en erbij 32 appartementen per woonblok. A 75 vierkante meter per appartement. De bewoners moeten nog even geduld hebben. Met een beetje geluk kunnen zij er over 1,5 jaar in. Ja, dat is natuurlijk jammer. Je zou het liefst morgen in willen. Maar anderzijds, je hebt ook om iets om naar uit te kijken. En we kunnen ons rustig voorbereiden op alle keuzes die we nog moeten maken. Over de inrichting van het huis en wat daar allemaal bij komt kijken. Dus. Nou, wij zijn zelf ruim 1,5 jaar bezig geweest met deze voorbereiding. Onze opdrachtgever is Woonbron. Dat is een heel fijn proces geweest. Wij hebben mee mogen denken als aannemer in het ontwerp. Om ook zo qua kosten het zo laag mogelijk te maken vanwege de sociale huur. En daar zijn wij samen met de architect, Woonbron, ik denk wel goed in geslaagd. Anders hadden wij hier vandaag niet gestaan met het heien van de eerste paal.